Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 4 juni van Weerplaza. Het is voorlopig nog vrij onbestendig. Vanochtend ziet het er nog wel aardig uit met geregeld zonneschijn. Het is op veel plaatsen droog en de temperatuur die stijgt naar 20 tot 23 graden. Vanmiddag wordt het broeierig warm met 24 tot 28 graden. In de warme lucht kan een enkele regen- of onweersbui gaan ontstaan. En dat kan een zware jongen zijn met zeer zware windstoten, hagel, regen in korte tijd. Maar de bui is zeer plaatselijk. Vanavond verwacht ik vanuit het zuiden meerdere buien. Die trekken vanuit het zuiden naar het noorden over het land. En daar kan het in korte tijd flink regenen. Morgen is het ook nog wisselvallig met in de ochtenduren wolkenvelden en misschien nog buien geregen over met name het westen van het land. Lokaal in het oosten een enkele bui. Met 19 graden is het minder warm in het westen, maar in het oosten is het nog zomers warm. De dagen daarna blijft het onbestendig met soms warme dagen, maar soms ook minder warme dagen. En elke dag kan er één of meerdere buien vallen. Mijn naam is Diana Boei van Weerplaza.